Na hun trainingsstage in Spanje trainen de Oranje Dames deze week voor het eerst op de Nederlandse velden. Een primeur voor Kimberly Thompson en Sanne Kolen, die nooit eerder deel uitmaakten van een Oranje selectie. Voel je al een beetje international nu? Voor mij is het echt wennen. Ik heb nog nooit in Jong Oranje of wat dan ook gezeten. Ik vind het super gaaf. Ik moet nog een beetje erin komen. Ik weet niet. Het is nog een start. Dus dat, ik voel het wel, maar ik moet het ook gewoon echt laten zien. Dus dat is het. Ja. Nou, echt international. Ik hoor er wel bij nu. Maar echt international, ik weet niet. Ik voel me niet per se heel anders. Maar het is natuurlijk een hele eer om hier te staan. Spanje was wel 2 weken natuurlijk intens, gewoon met z'n allen. Ook gaaf om met z'n 30 gewoon vol door te gaan. En ja, zoals je ziet, we hebben vol regen gehad, maar iedereen is eigenlijk best wel vrolijk en heeft er zin in. Dus ja. Grote groep inderdaad, je zei het al, waar Allison nu ook mee doorgaat. Had je dat verwacht? Het was eigenlijk wel, ze zei vanaf de eerste week van ja, als iedereen laat zien wat zij kan, dan had ze er geen reden voor om dan... al de groep zo kleiner te maken. Dus het was natuurlijk alsnog spannend, want je weet niet of je nou genoeg hebt gedaan. Dus het was wel eigenlijk wel cool om te horen dat iedereen zijn uiterste best heeft gedaan. En dus hier gewoon weer mag starten. Ja, ja. Ik wist eigenlijk helemaal niet, ik had eigenlijk niks verwacht. Ik ging eigenlijk helemaal blanco in de trainingsstage en daarna hoorden we dat we met z'n allen bijna doorgingen. Dus alleen maar heel leuk om er nog bij te blijven. Hoe is het nu in de groep? Ken je iedereen nu? Voelt het al als een soort van team, ook al is het een grote groep? Ik denk dat het eigenlijk ook in Spanje heel veel gemixt. Ook, we zijn na een week hebben we ook gewoon andere kamergenoten gekregen. En nu ook iedereen gewoon ook weer met iemand anders in de kamer. Het is heel gezellig eigenlijk. Jong en wat ouder. Het is een goede mix. Dus ik kan niet zeggen dat het nu al van de meiden die van de Olympische Spelen, dat die apart staan dan van ons. Dus nee. Voelt goed, ja. Ja. Nu, voor jou natuurlijk in je leven ook wel wat anders. Nu, hoe is dat? Het was natuurlijk echt een grote verrassing. Ik word dit jaar 27, dus een mooie kans. En voor mij nu om te laten zien of ik het waard ben of niet. Dus ja. Succes! Dankjewel. Thanks. Dankjewel.